redt hij niet. Jawel, heb nog een reserveparachute. Dat redt hij nooit. Nee, ook vergeten. Wat een eikel. Ik vind het wel een beetje een harde sport. Ik zie daar de lol niet van. Moet je kijken wat een troep dat maakt. Ja, dat komt door het beton. En doordat ze met z'n tweeën elkaar vastzaten. Waar zitten jullie nou naar te kijken? Aan een zijdendraad. 50 parachutesprongen die niet geheel volgens plan verliepen. Kerels die als een blok vallen, moet je haar toch bekend voorkomen, Kees? Moet je kijken, die draad zit helemaal in de knoop. Dat was de laatste. Hey, jammer. Terry, dat jullie dat leuk vinden. Elke sport heeft zijn schaduwzijde, Kees. Wat zullen we nou kijken? Taximoorden door de eeuw heen? Of Van de Prins geen kwaad? Seks en corruptie in 's werelds beroemdste koningshuizen. Die laatste, dat is leuk voor ma. Goedemiddag allemaal. Je laat het woord seks nog niet vallen, of? Wat heb jij nou voor apenpakken, Jan? Ik ben aan het trainen. Hoezo? Krijgen we hier in Zonnendaal soms de Olympische Spelen? De hele buurt is aan het trainen. De loop van Zonnendaal. De jaarlijkse hardloopwedstrijd. Hardloopwedstrijd in onze wijk? Dat is een traditie die hier al zo'n 15 jaar in stand gehouden wordt. Ja, lijkt me een knap vermoeiende traditie. Iedereen mag meedoen. Jong en oud, professional of amateur. Nou, zolang je ons maar niet vraagt om mee te doen, vind ik het best. Jij kan dan ons best hardlopen, Johnny. Toen die keer naar het feestje bij Suzanne. Ja, toen kwam de man plotseling thuis. Nood breekt wetten. Het zou anders heel leuk zijn als jullie ook zouden meedoen. Meedoen? Wij? Maar zie je ons vooraan? Het is altijd een reuze geslaagd evenement. De saamhorigheid van de buurt wordt enorm gestimuleerd. En in het kader van jullie integratie in de wijk zou het ook geen slechte gedachte zijn. Ik weet niet of dat nou wel zo'n goed idee is, Sjaki. Kees hier heeft van de wijk nog geprobeerd te integreren in het plaatselijke damesvolleybalteam. Maar daar stonden de dames toch niet echt voor over. Ze begonnen met handdoeken te slaan en met stukken zeep en flessen shampoo te gooien. Niet normaal. Is er ook een categorie voor oudere gehandicapte treinconducteurs? Ik geloof dat die oude de enige is die graag mee wil doen. Lichamelijk gehandicapten zijn van harte welkom. Geestelijk gehandicapten moet ik. Kees ook een kans geven. Iedereen mag meedoen. En een beetje lichaamsbeweging op zijn tijd kan geen kwaad. Lichaamsbeweging krijgen mijn kinderen genoeg. Johnny was gisteren nog heel erg in de weer met kom, hoe heet het zo weer? Hanny en Chantal. En Henkie en Toet rennen ook wat af. Dan is het weer de politie en dan is het weer een van de buren die achter zand zit. Tja, dat is niet helemaal het soort lichaamsbeweging waar ik op doe, mevrouw Vlogger. Kijk, Sjaki, een sportief videootje op zijn tijd, dat vinden we best geinig. Of een leuk stoeipartijtje met wat jongens uit de buurt, dat gaan we ook niet uit de weg. Dat is goed voor de conditie. Maar een beetje doelloos rondjes rennen, dat komt op ons vrij zinloos over. Maar er staat wel degelijk wat tegenover, Johnny. Oh ja? Wat dan, hoeveel is het prijzengeld? Het gaat om de eer, Johnny. Iedereen die meedoet krijgt een plaquette en de winnaar een beker met inscriptie. Je bedoelt dat niemand iets krijgt? Geen geld, niet eens een reisje naar een of ander zonnig oord? Wat een krenten. Meedoen is belangrijker dan winnen. Echt, geloof me, jullie zullen het enig vinden om mee te doen. Ik laat wat inschrijvingsformulieren achter. Lees die nou eerst maar eens even rustig door. Dat zullen we doen, Sjaki. Die zullen we heel rustig doorlezen. Oh, ik moet er weer eens vandoor. Anders raak ik achter op mijn trainingsschema. Ik hoor het nog wel. Dag. Denk aan je hart. Als je niet oppast, dan loop je zijn eigen nog dood. Kees, hol jij eens even naar de keuken en haal eens even wat pils. Goed idee, Johnny. Kijk, wij vlodders zijn niet te beroerd om haar te lopen. Als het maar een goede reden hebt. Ja, zo is het, jongen. Ik begrijp niet waar die kareltje blijft. 9 uur had hij gezegd. Zometeen zit ik hier alleen met die vent. Hoezo, is hij niet aardig toch? Een tikkeltje te veel onderwereld naar mij smaakt. Ik ben altijd een beetje huiverig voor mensen die zo met 10 ruggen neertellen als voorschot. Dat was wel leuk verdiend, toch? Het lijkt me geen kerel om geintjes mee uit te halen. Daar heb je kaartje. Hey, waar blijf je nou, man? Ik zit al een uur op je te wachten. Sorry, maar ik kom helemaal van het andere einde van de stad. Hoezo? Die zaak van die neef van je, die zit hier toch om de hoek? Ik heb een veel beter adresje gevonden. Je hebt het toch niet weer verprutst, hè? Ik heb een gozer gevonden die het de helft goedkoper heeft gemaakt. Hoe kent dat nou weer? Die neef van je, die deed je toch tegen kostprijs? Vraag me niet hoe het ken, maar het bewijs heb ik hier. En prima op tijd. Van alles 150 stuks. Het leg allemaal bij me in de wagen, buiten. Ik kan ze zo meenemen. Geinig. En van die 10.000 houden we zo 3 ruggen over. Niet slecht, toch? Ik vond persoonlijk die gouden letters wel mooi. Dat geeft zo'n relatiegeschenk toch iets extra's. Dat is toch niet te geloven, hè? Nee, dat vond ik ook. Maar je ziet het. Vakwerk. Ja, gaat niet, Kaaltje. Hoezo? Wat is er mis? Kun je lezen? Tuurlijk ken ik lezen. Lucky Luke, Amusementspaleis. Mooi, toch? Of had jij liever zilveren letters gehad? Amusement is met een S, Kaaltje. Hier staat het met een Z. Is het dan niet met een Z?
Het is amusement en niet amusement. Het staat overal verkeerd op. Jezus, wat stom zeg. Hoe ken dat nou? Hoe ken het nou? Omdat jij een sukkel bent met een S. Denk je dat het erg is? Ik ga er niet vanuit dat we met een analfabeet te maken hebben. Misschien zit hij het niet. Zelfs iemand met min 5 kan die opzichtige gouden letters van jou nog lezen. Weet jij zeker dat het met een S is? Dat weet een kleuter van 4. Jezus, wat ben jij een aanvallabed, zeg. Daar heb je hem. Wat doen we dan? Laat mij het worden. En ik zeg over die tekstfout net doen of je neusboek. Hallo, Loek. Goedenavond, heren. Hallo, Loek. Dit is mijn broer, Kees. Loek, met O-E. Kees met een K. Ga zitten, Loek. Pilsie? Nee, dank je. Ik heb niet zoveel tijd. Ik heb straks nog een appeltje te schillen met die ene gast die mij 50 fruitautomaten zou leveren gisteren. Ik zit nog steeds te wachten. En ik hou er niet van als mensen een loopje met mij proberen te nemen. Ach ja, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan, hè? Kerry Vincent. Nee, geen idee wie het is. Mooi, want morgen zal je hem helemaal niet meer terugkennen. En, hoe staat het met onze handel? De relatie geschenken. Picobello, alles in orde, keurig op tijd. Kijk, en met jullie kan je tenminste een afspraak maken. Hé? Nou, laat me eens zien. Kareltje. Watson. Oh, ja. Dit is de werpster. Dit zijn de wurgstokjes. De stiletto. En de boksbeugel. Leuk geworden, toch? Laat me eens zien. We hebben de tekst in een gouden lettertje laten zetten. Vonden we mooier dan zilver? Nou, dat lijkt me heel mooi geworden. Vonden wij ook. Ja, de rest ligt in de auto voor Kareltje. Je kan het zo meenemen. We helpen je wel in. Maar die Z moet wel een S zijn. Heb je het toch gezien? Met welke Z? De Z van amusement. Dat schrijven we met een S. Weet je dat zeker? Dat weet de kleuter van 5 jaar. 4 jaar. Nou, Johnny, Loek heb gelijk. Iedereen weet dat je amusement met een S schrijft. Kareltje, heb gelijk. Nou, ik ben blij dat we het allemaal eens weten. Ik ben erg teleurgesteld, John. Je had mijn volledige vertrouwen. Ik mocht jou wel. Zeg, we hoeven nou toch niet opeens in de verleden tijd te gaan praten. Volgende week heb ik de opening van mijn nieuwe amusementspaleis. Dit spul kan ik moeilijk aan mijn relaties cadeau geven. Ja, ik geef toe dat het een beetje slordig is. Maar is het nou eigenlijk wel een leuk idee? Ik bedoel, iedereen heeft tegenwoordig toch een stiletto. En van een paar werpsterren en wat burgstokjes kijkt toch niemand meer op. Als ik jou was, zou ik die promotionele actie laten zitten voor wat het is. Deze promotionele actie heeft me anders wel al 10 ruggen gekost, ja? Ik heb een veel beter idee. Jouw naam, levensgroot op de buis. Wat dacht je daarvan? Mijn naam, op tv. Lucky Luke Amusementspaleis. Op de televisie en in alle kranten in het tijdschrift. En hoe dacht je dat dan te doen? De loop van Sonnedaal. Heb jij natuurlijk al lang van gehoord. Nooit van gehoord. Heb je daar nou nooit van gehoord? Het is het belangrijkste sportevenement van de laatste 50 jaar. Zeg me niks. De hardloopwedstrijd waar elke rechtgeaarde sporter het hele jaar rijkhalsend naar uitkijkt. En wat moet ik daar dan mee? Waar is Kees? Die zag ik net uit het toilet gaan. Wie is Kees? Mijn zus. Die doet mee. Kees, doe eens open. Ik moet je even spreken. Nee, ik moet je even iemand voorstellen. Sorry Kees dat ik je stoor bij je dagelijkse conditietraining, maar ik wilde je graag even voorstellen aan Loek. Met O.E. Aangenaam. Dus jij bent Johnny's zuster. Ja, hoezo? Nou, heb ik iets te veel gezegd? Nee, Johnny zei dat je een heel zwaar trainingsprogramma hebt. Zwaar trainingsprogramma? Ja, heel zwaar. Speciaal dieet ook. Je hebt geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Nee, maar jij geeft jezelf wel een goede kans. Kees, die eindigt bij de eerste 10, dat garandeer ik. Ja. Maar waar heb je het over? Kijk, Kees denkt zelf dat er meer in zit, maar ik wil niet meteen te hoog van de toren blazen. Nou, wat denk je, Loek? We geven er een t-shirt met groot erop. Lucky Luke, amusementspaleis. En alle ogen zijn gedurende de hele wedstrijd op haar gericht. Er is tv-kranten zijn aanwezig. Wat wil je nog meer? Beter de promotie kun je niet krijgen. Wat zat die Johnny nou opeens voor onzin uit te kramen? Ik wist helemaal niet dat je meedeed. Meedeed? Waaraan? Aan die wedstrijd, de loop van Zonnedaal. Ik meelopen? Waar zie je me vooraan? Ja, Johnny zegt dat je meedoet. Daar heb je me niks van verteld. Dus dat is dan afgesproken. Oké. Ik ben bereid het akkefietje met die relatie geschenken door de vingers te zien. Mooi. En ik verzeker je dat ik je niet zal teleurstellen. Ze moet eerste worden. Eerste? Nou, als eerste over de finish. Anders hebben we een probleem. Oké. Geen punt. Zorg ik voor. Ik reken op je.
En, Johnny, gelukt? Als Kees eerste wordt, is er geen enkel probleem. Eerste? Kees? Je mag blij zijn als u überhaupt aankomt. We zijn maar blij dat ik nog een beetje nadenk, Kareltje. Dankzij jou zitten we tot onze nek in de problemen. Maar Kees als eerste over de finish. Ik bedoel, Kees is een leuk werk, maar het is nou niet bepaald van die blanke schoen, hè? Maak je nou maar geen zorgen. Wat sta jij nou allemaal rond te bezuinen dat ik meedoe met die hardloopwedstrijd? Kees, ga even rustig zitten. Zal ik het allemaal uitleggen. En beste kijkers, vandaag is het weer zover dat de jaarlijkse loop van Zonnedaal van start gaat. Het deelnemersveld is groter dan ooit. Voor het eerst dit jaar zal er zelfs een groep Ethiopische asielzoekers meedoen. Voor hen is het dubbel spannend, want als zij erin slagen bij de eerste 10 te eindigen, dan zullen zij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dat de loop van Zonnedaal de laatste jaren is uitgegroeid tot een haast uniek evenement, is niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat de inschrijving openstaat voor alle gezindtes en groeperingen. Naast mij staat bijvoorbeeld de heer Vink. Goedemiddag, meneer Vink. Vink, goedemiddag. Hoeveel vingers steek ik op, meneer Vink? Vingers. Vijf. Zoals u begrijpt, beste kijkers, de heer Vink is stekenblind. Is dat niet een tikkeltje lastig, meneer Vink? Hoe slaagt u er bijvoorbeeld in het parcours te volgen? Ik vertrouw op mijn reukvermogen. Mijn neus heeft me nog nooit in de steek gelaten. En bovendien, meedoen is belangrijker dan winnen. Zoals u ziet, beste kijkers, sportiviteit staat voorop in de loop van Zonnedaal. Het weer is mooi, de stemming is goed. Niets kan een geslaagde middag meer in de weg staan. Maar Johnny, geweldig dat jullie meedoen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ach ja, Sjaki, een beetje lichaamsbeweging op zijn tijd is nooit weg. Deelnemers, attentie. De start is over 5 minuten. Nou, toi, jongens. En je weet het, meedoen is belangrijker dan winnen. Ben ik nog niet zo van overtuigd, Sjaki. Waarom is die eikel van een Kareltje nou weer zo laat als ik nou maar niet weer verprutst heb? Hé, waar blijf je nou, man? Over 5 minuten is de start. Sorry, ik zat vast in het verkeer. Nou, maar kijk, hoe is die geworden? Helemaal pico, hè? Nou, lijkt me goed. Ik zie geen tekstfouten. Hier, trek snel aan. Mooi, dan lijkt mij dat er niks meer mis kan gaan. Ik heb nog steeds niet verteld hoe jij Kees wil laten winnen. Dat is simpel, Kareltje. Je wint als je sneller gaat dan de anderen. Of als de rest langzamer gaat. Klinkt logisch, ja. Nou, zo maar hebben we nieuwe. Is het niet een beetje te opzichtig? Dat is juist de bedoeling, Kees. Hoe meer je in de gaten loopt, hoe beter. En je weet het, hè? Gewoon rustig lopen. We hebben geen haast. De rest laat je aan ons over. Attentie, willen alle deelnemers zich opstellen. De start is over 30 seconden. Henkie en Toet zijn klaar. Mooi. Heb jij alles bij je? Heel goed. Kees. En daar gaan ze. De deelnemers zijn begonnen aan de eerste ronde van het 4 kilometer lange parcours dat in totaal 3 keer moet worden afgelegd. Een prachtig gezicht, beste kijkers. Doorslampampers. Die zitten met een schande. Dat is toch geen tempo? Hé, hey, rij eens door, ouwe. Hoe die moet winnen is mij een raadsel. Helemaal laatste kunnen ze tenminste niet worden.
gelukt. De hele fles. Hartstikke dorst, Johnny. Waarom mocht ik nou geen water drinken? Dat is niet goed voor je in deze fase, Kees. We moeten tempo houden. 1, 2, 1, 2, 1. Hoe gaat ie? Kunnen jullie het een beetje bijhouden? Ach, we doen kalm aan, Sharky. Hardlopers en doodlopers. Zo zwaar is het toch niet? Als je jezelf maar niet forceert. Het menselijk lichaam is meer in staat dan je denkt. Gaat het, Sharky? Mijn buik. Ga jullie maar door. Wat is er met Sharky? Geen idee. Misschien dat hij ze erg een beetje geforceerd heeft. Het krijgen is hij niet getraind bent, hè? Geen idee. Misschien hebben ze iets verkeerds gegeten. Wat er aan de hand is, is nog niet geheel duidelijk. Maar een groot deel van het rennersveld heeft al in de eerste ronde de strijd moeten staken. Zoveel uitvallers hebben we nog nooit eerder gezien. Huppet! Attentie, attentie. Kan dokter Martens zich vervoegen bij de EHBO-post? Hallo, jongens. Dokter Martens. Daar heb je ze. Geen idee, die gasten maken altijd ruzie onder elkaar. Denk aan je tempo. Verrek van de dorst, als ik nu niks mag drinken, dan hou ik ermee op. Ik regel wel wat, Kees. Hier, is goed voor je. De wedstrijd begint nu zijn tol te eisen. Tientallen deelnemers moeten opgeven. De organisatie zal over een aantal hekele zaken verantwoording moeten afleggen. Was het parcours te zwaar? Heeft men de sterkte van het deelnemersveld overschat? Vragen die wel eens pijnlijke tekortkomingen kunnen blootleggen. Nee, en ik zeg u dat die vlodders er meer van weten. Het is wel heel toevallig dat die familie bijna als enige nog in de strijd is, hè? Ik vind dit nogal een grove beschuldiging. Er is niets dat erop wijst dat de familie Vlodder zich schuldig heeft gemaakt aan ontoelaatbare handelingen. Oh, nee? En verder wil ik u erop wijzen. Het is heel lastig, beste kijkers, om in deze chaos het verloop van de wedstrijd goed te kunnen volgen. Maar volgens onze informatie ligt de visueel gehandicapte deelnemer, de heer Fink, nu op kop. Hey, Luke, hoe gaat hij? Uitstekend. En dan gaat hij hier, voorspoedig, heel voorspoedig. Kees heeft bijna de koppositie. Ja, ik ben blij dat te horen. Kijk, daar komen ze. Laatste ronde, Kees. Even volhouden. Volgens mij leggen we bijna op kop. Volgens mij leggen we nu op kop. Gaan we wel de goede kant op? Waar is iedereen toch? Zou die ouwe ze koud hebben gemaakt? Nou allemaal voor mijn deur? Het is duidelijk, beste kijkers, dat er vandaag geen records zullen worden gebroken. Volgens de wedstrijdleiding zijn er nog maar 6 deelnemers in de strijd. Onder hen, en dat is wel heel opmerkelijk, 4 renners uit 1 gezin. Ze zijn nu bezig aan hun laatste ronde en ze kunnen elk moment bij de finish arriveren. Kees,
De rest moet je alleen doen. Ik kan niet meer. Even volhouden, Kees. Het is nog maar een pok eentje. En als je over de finish komt, borst vooruit. Johnny, waarom rennen we niet mee met Kees? Ik wil ook wel op tv. Ziet er een beetje verdacht uit. Bovendien gaat het om Kees. Of liever gezegd, de t-shirt. Johnny. Oh, shit. Lopen, Kees. Lopen. Jezus. Eens gaan we allemaal. Kees, schiet op dat doorloop. Je bent er bijna. Hij is ziek. Nee, hij rust alleen even uit. Loop jij er door. Psst, Johnny. Oh shit, dat moest er nog bij komen. Kees, schiet nou op nog 10 meter en je hebt gewonnen. Ik heb er geen zin meer in, Johnny. Ik ben doodmoe. Ik begrijp niet waarom ze niet doorloopt. Kees, alsjeblieft, doe het voor mij. Bekijk het maar. Zo'n grillig wedstrijdverloop als hier vandaag in Zonnedaal heb ik nog nooit eerder meegemaakt, beste kijkers. We zijn in ieder geval tweede geworden. Kees, voor het geval je het nog niet begrepen hebt, we hebben niet alleen deze wedstrijd verloren, maar ook ons leven hangt er een saaie draadje. Ik weet dus niet hoe ik dit Loek moet uitleggen. Hey, hallo Loek. Wat een verrassing. Wat wou jij mij uitleggen? Het spijt me, Loek. Het is mijn schuld dat we hebben verloren. Verloren? Gewonnen. Gewonnen? En toen jij over die loop van Zonnedaal begon, bracht me dat op een idee. Het leek me typisch iets voor de vader van Hanny. Vader van Hanny? Ik heb hem ingeschreven. En laat hij nou nog winnen ook. Nou, hij loopt een beetje moeilijk, maar hij zegt altijd dat meedoen belangrijker is dan winnen. En dat van die shirtreclame was ook een goed idee. Zeg Loek, met OE, is Paleis niet met een korte ei? Ach, zo'n klein foutje. Let daar nou op.